Goedendag kijkers van Dutch Game 17 en vet dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Watch Dogs. Jawel jongens, we gaan weer verder. We hebben Red Rook een beetje gefukt. Vond hij leuk, vond hij niet leuk. Maar wij vonden het wel leuk natuurlijk. We gaan nu weer verder. Broodkruimels, dat is de volgende missie die we moeten doen. We gaan namelijk op zoek naar een koffertje. En in dat koffertje zit een schedel van de gastenlijst. Nou, dan kunnen wij naar die dingetje toe. Dan kunnen wij naar de gastenlijst waar Irek heen gaat. En Irek is die bad guy die we moeten hebben. En zodat we Irek zijn pasje kunnen klonen, zodat wij in zijn kamertje kunnen komen. En daar het een en ander kunnen leeghalen. Dat is dus een beetje de bedoeling. En dat, zo ziet het er nu een beetje uit. En ik hoop dat alles goed gaat dan. Het zal wel, we zijn badass natuurlijk. We hebben al heel veel missies gehad. Best wel moeilijke missies. En deze missie is hieronder. Maakt niet uit. We gaan even badass over onze motorkapje heen. Nu rijd ik niet met de auto naar beneden. Wat eerst nog wel het geval was. Hé, hey, dit is een bekend gebied hier. Ja, bekend gebied. Want Irek hebben we ook nodig om uiteindelijk naar Nikki te komen, onze zus. Want die zit natuurlijk nog steeds door Damien gevangen. Zo, laten we gaan luisteren. Ik moet me voorzichtig bewegen. Als ik kan counten op iets, Damien zal in een angle werken. Hij heeft een andere agenda. Oké, right now I need that briefcase. Yes. Traceer de veiligheidskoffer en. Oh. Soldaat van de Chicago South Club. Michaels Joey. Joey Michaels. Jaagt in clubverband. Oké, deze gasten moeten we volgen. Er zijn veel missies. Zien er een beetje uit als die van Assassin's Creed. Het lijkt op elkaar. Laat ik het daarop houden. En dat kan ik op zich wel waarderen. Want ik vind Assassin's Creed echt een hele vette serie. Deze man die roven we toch even leeg. Huh, wat? Hoe kan die mensen mij herkennen dat ik die guy ben die naar die koffer zoekt? Hebben wij ergens een cameraatje bij de hand? Daar is een camera. Verder nog meer camera's. Dat is de enige. Allebei soldaten. I do, it's moving. Wait. I can't believe it. What? Quinn's guys are pulling some old school gangster shit. Briefcase swap. Really? Do those actually work? Never seen one of these. Why are they doing this? They fool CTOs. Anybody watching through a monitor would see every swap. They're trying to confuse the detection software. Interesting. Hier kan ik niet langs, want die man die. Of wel? Jawel, kan ik wel langs. Nee, dat moet niet heel opvallend. Ja, dat is een beetje onnozel om van koffer de hele tijd te wisselen. Wat speelt Rayman? Oh, nice. Deze man die gaat naar het water. Gaat hij met de boot? Hij doet wel zijn koffer in die boot. Wat doet deze man? Achtervolg de boot met de koffer. I got a bike here. I'm gonna follow. Hoe gaan we die boot volgen dan? What do you have nearby? My guess, this will be a short trip.
There's another drop for another pickup. Daar is een boot. Wait. There's an old marina bought by Lucky Quinn in 1967. That's got to be it. Kom op. Says it's been closed to the public since the 80s. Let's go. Oké, okay, een bootje varen werkt dus ook best wel moeilijk. CTOS, dit hebben we nog allemaal niet unlocked. Maar dat maakt hopelijk niet zoveel uit. Als we dan toch dichtbij zijn na deze part, dan gaan we nog wel even zo'n CTOS dingetje doen. Oh, we moeten niet dichtbij komen. Natuurlijk, we moeten natuurlijk wel weten waar dat koffertje zich uiteindelijk heen gaat. Lekker muziekje op de achtergrond. Hier is de haven. Ik heb trouwens geen één keer een vliegveld gezien of een vliegtuig in de lucht ofzo. Dat is wel misschien een dingetje wat ik mis. Maar dat zijn dan kleine dingetjes wat ik slecht vind aan de game. Ja, het is niet eens zo slecht, weet je. Het zit er gewoon niet in. Dus ik kan ermee leven. Maar af en toe een vliegtuig in de lucht ofzo. Het zou... Ja. Weet je, als je gewoon omhoog kijkt is iets een vliegtuig. Yo, de stad ziet er wel echt heel mooi uit, jongens, op dit moment. Zo midden in de nacht met al die lichten. Je raakt het doelwit kwijt. Nee, joh. Platform. Wat is er met dat platform? Oh, dan kan ik draaien. Hij gaat daar een garage in. Oké, even kijken waar we aan wal gaan. Ik denk hier maar. Oh. Oké, we gaan via die ladder. We gaan die man achtervolgen ook. En dit is wel echt sneaken als een motherfucker, gek. Laat ontploffen. Trollolol. Oké, als iemand voorbij loopt, kunnen we door. Wij zijn wel echt sneaky bastards. Nee! Oh, wat de fuck gebeurde er? Oh man. Ja, dat ga ik niet halen. Opeens ziet die malle kerel mij. Het is echt heel weird eigenlijk. Dan gaat alles zo goed en opeens uit het niets, blab, komt zo'n mannetje om het hoekje. Oh, we kunnen zelfs via de boot naar binnen. Wel handig, hè. Doe netjes de deur dicht. Kijk, zo zijn we dan ook alweer. Maar het heeft trouwens ook helemaal geen zin, dit. Ik denk dat we uiteindelijk de boot moeten pakken en moeten vluchten. Kijk, dit heeft dus geen zin. Hoe ging die man eruit dan? Chemische onderdelen. Kan ik hier uit? Ja, ik kan hier uit. Bah. Oh, daar komt een andere man aan. Die heeft dus wel wat gehoord. Hij heeft een mooi helmpje op. Oh. Oké, die hebben we ook ge... Oké, dat zijn dan best wel veel mensen. Hmm.
Alright. Ziet ons sowieso dan. Hold it, pal. Bam. Oké, nu komt de rest ook. Niet. Oké, laat ik een hinderlaag. Oh, fuck. Oh, nee. Oh, hij is dood. Kun je dan maar weer iedereen killen? Kunnen op zich ook wel redelijk. Kom hier, jongens. Oh, gaat die man versterking roepen? Doei. Altijd leuk, die heks. Oh, hij heeft niet eens versterking geroepen ook. Oh, hij zag mij natuurlijk niet. Dat doen ze pas als ze je ook echt zien. Waar is die malle jongen? Malse boy. Waar loopt hij? Ah, daar was hij. Stiekem met is het ook. Vol onze benen geraakt ook. Nou. Hebben we toch die koffer. Nice. Nu staan we op de gastenlijst. I'm sending the guest list from the case. Whatever this auction is, club's not taking chances. Security will be tight. Okay, so we'll find you a suitable identity. Not a regular. Someone from out of the country. A guy they won't recognize. Okay. Okay, this one. Can you pull off a Mr. Pang? I don't think so. Any Europeans? Nicholas Crispin. 32 years old. Expat American. Hasn't been back in 12 years. That's the one. Oh my god. They list his preferences. This man is sick. And filthy rich, too. Will anyone miss him? What do you mean, miss him? Clara, if I'm stealing his identity, I can't have him around blowing my cover. I can't keep him alive. Oh. No, I guess not. My sister's missing, Clara. I'm gonna do whatever it takes to get her. Listen, if this is too much for you, you can walk away. I'll understand. No, I'm fine. Nobody's going to miss this dog. This is a good match. He's supposed to pick up his car at the dealership. All right. I'll meet him there. Damn. Ene gaat wel ver, hè? Vind ik dan. Om zijn zus te redden. Ja, weet je, die man die heeft zelf ook een... Ja, hij is natuurlijk ziek, dus dat is dan wel weer iets, maar... Ja. Ja, I'm gonna need to hack the district control center first. Maar ja, Eden gaat wel ver om alles te doen voor zijn chickie. Niet voor zijn chickie, gewoon voor zijn zus. Voor zijn familie. Die heeft er veel voor over. Ja, we pakken nu gewoon weer onze boot. Badass. Badass, onze boot. Misschien kunnen we... Oh, we hebben het CTOS-systeem. Oh, daar gaan we nu heen. Die gaan we nu hacken. Kijk, dat was mooi. Dat wou ik eigenlijk ook gaan doen. Dus chill dat de game dat ook meteen aangeeft van... Yo, eerst deze shit hacken en daarna kun je pas weer verder met de missie. Ja, prima. Gaan we dat doen. Dan gaan we lekker ons bootje varen. Dit is eigenlijk een van de eerste keren in een part dan dat we echt met een boot varen. Ik vind het cool. We varen natuurlijk nog meer bootjes. Het is nog steeds nacht ook. Ik heb wel het idee dat het al lichter wordt buiten. CTOS niet verbonden, uiteraard. Kunnen we een beetje een coole bocht maken hier zo? Ja, oh, deze man. Doet dat gewoon eventjes, hè? Hoppakee. Oké, de CTOS station is hier zo. Ziet er niet echt uit als een CTOS station. Over de camera's hier.
Ah, hier ziet het er wel heel zwaar beveiligd uit. Zwaar beveiligd uit. Soms praat ik wel eens binnenmonds. Heb je dat ook wel eens door? Dan praat ik heel zacht. Hey man. Ja, precies. Kan ik jou nu niet iets van afleiden of zo? Even kijken of we een andere weg kunnen vinden. Zoals dit. Dit zou echt ideaal zijn. Oh, ik ging te vroeg. Terugkomen. Hoppakeetje. Oh, ik dacht dat ik meteen al gezien werd. Maar dat is niet zo. Oké. We gaan een man vinden met de toegangscode. Deze zou wel niet hebben geruikt. Mogen af en toe ACB. Camera. Heeft een verborgen camera. Alright. Oh man. Heeft een verborgen camera. We moeten de man vinden met de toegangscode. Nice, deze man heeft de toegangscode. Hack de CTOS server, dat is daar. Deze man gaat niet lopen, denk ik. Vet dat ze ook allemaal hunzelf gewoon een cameraatje hebben. What the hell's going on? Fuck. Dat was niet de bedoeling. Okay, all right, you piece of junk. I got my eyes on you. Dat kan ik wel gebruiken als afleiding, weten wij. Kan ik hier... Nee, niet daar. What the fuck are you doing here? Wel, wat de hel? Hebben ze mij gevonden? Meen je dit? Kom maar daar kijken. Beetje met granaten voor en zo. Oh fuck, moet je reloaden. Nee. Het is nu licht buiten, dus het wordt nu moeilijker om, denk ik, te manoeuvreren. Als die man even omdraait, heel goed. Ziet hij mij of zo? Versterking voorkomen. Oké, nu kunnen wij lopen. Best als wij ze kunnen afleiden met iets van een... van een ontploffing of zo. Zit er nergens een ontploffing? Deze mannen hebben geen... houd van Yogo. Ja, laat hem ploffen. Ontplof! Goed zo. Dus moeten we die man nog pakken of niet? Aandacht trekken, laten we dat maar niet gaan doen. Alright. Ik hoop dat het werkt. Oh fuck. Juist.
Juist. Dan moet deze met. Die kan erop. Hoppakee. Hoppakee. Dan kan die open. Ik doe maar wat hoor, jongens. En nu? Wat doe ik allemaal? Wel tel. Ja, zo misschien. Aan deze kant. Hoppakee. Ik zit erin. Yeah. Hebben we het toch wel even goed gedaan, jongens. Ze zijn nog steeds naar me op zoek. Dus hoe gaan wij dit verlaten? Misschien kunnen we dat hier links ontploffen. Het is nice dat je mij ook echt niet kan zien, zeg maar. Loop maar die kant op. Als dit werkt, hè? Oh shit, het werkt gewoon. Hoe baas zijn wij? Zo, hoppakee. Kijk dit! Wat sick. Ze hebben geen idee wie er is geweest. Gewoon niks. Bam. Madmouse, VTOS Centrale. Toegang tot district vrijgespeeld. Hebben we gewoon even gedaan, jongens. Nicholas Cripson. Jongens, naar die guy gaan we zoeken, de volgende part. Ik bedank je voor het kijken. Geef me een blauw duimpje. Mijn vinger kan nog steeds niet buigen. Oh, laten we maar even wachten. Sure things are going okay there. First, I want to know if things are okay with Nikki. We haven't heard from her. She's still working things out. She just needs a little more time. Well, Jackson misses her terribly. She should at least give him a call. I can tell he's restless. He's not happy here. I understand. And I'll let her know. You have any problems with Jax, anything at all, if he wanders off or anything, you call me right away. I will. You take care of that sister of yours. Yeah. I am. Nou, dat is ook weer nog zo'n gevalletje. Ik denk dat dat nog wel gaat gebeuren, dat Jax weg gaat lopen bijvoorbeeld. Maar jongens, ik bedank je voor het kijken. Geef me een blauw duimpje en abonneer, dan kan je beneden. Facebook, Twitter staat in de beschrijving. Even liken, volgen, liken. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Watch Dogs. Later jongens.